30. Doe 30. Juist verschil, hè? Doe het. Heel goed, Frans. Ken het. Ik zeg Evgaristo Giacomakis. En ik dank je, Sjeun Torsten, want wat waren ze belangrijk voor ons, hè? Allebei. Hij maakt er twee en de ene redt twee punten. Daar gaan we het over hebben in Koffie met de Koning en een vooruitblikje op ADO VVV. Makkie. Makkie. Nou goed, drie punten in een wedstrijd met twee gezichten, want de eerste helft, ik had het idee dat ik naar Irene tegen Bieslo zat te kijken, Ferns. Ja, wel spannend, niet goed. Ja, dat had ik in de tweede helft ook wel. Het niveau was niet echt om over naar huis te schrijven, maar verdiende overwinning, hè? Verdiende Makkie. Overwinning. Ja, zeker. Als wij bij rust met 3-0 achter hadden gestaan... Hadden wij niet mogen zaniken. Nee. Het en was dan, gewoon niet goed. Ja, en dan, ja... Het rare is, je haalt twee nieuwe verdedigers en die waren allebei niet slecht. Die waren allebei prima. Ik zag op een gegeven moment daar de Graça een heel handig duwtje geven. Daarmee voorkomt hij dus dat je 2-0 achterkomt. Ja. En dan, Lucas, ja, de wedstrijd van Georgios Giacomakis. Giorgio Giacomakis. Ja, Lucas, het wordt te pas het onpas gebruikt. Maar Giorgio Giacomakis is echt een fenomeen. Een held. VV krijgt een penalty en ik denk, oh mijn god, Giacomakis. En dan bij een hele grote, als eerst die van Willem II daar, de Sirtaki staan te dansen op die stip. Ook een mythe, die Pavlidis. Het is je vriend en jij gaat daar een beetje liggen te scherp. Alles om te winnen, dat snap ik wel. Ja, maar dit is te simpel. En toch, Lucas, jij bent dan een beetje zenuwachtig als Giacomakis naar de bal gaat. Ik denk alleen jij maar, veilig? Hij mist nooit. Hij mist nooit. Eén keer. Ja, één keer mist. Wrongelijk één keer gemist. Oh, sorry. Maar Giacomakis maakt die bal gewoon zoveel van kwam. Daarom heet ook zo, hè. Die tweede... Je weet dat je nog een kans krijgt. Je weet ook dat de tegenstander nog een kans krijgt. Daar hebben we het dadelijk even over. Je weet, in nachtspieltijd komt altijd één keer een bal die er tussendoor schiet. En iedereen zegt wel, joh, gaan we nu klappen voor de Matjaj die een bal die voor 3 meter geeft. Daar zat die goal niet in. Weet je waar die goal in zat? In die aanname van Giacomakis, in plaats van te draaien, steekt hij eigenlijk over en kruist hij tussen. Volgens mij waren het dezelfde vier van Willem II die eerst uit mochten zoeken wie dat prijs mocht schieten op de kiosbaan. Daar steekt hij hem in één keer tussendoor. Met die aanname zet hij zichzelf al bijna vrij. En dan maakt hij hem. En dan denk ik, het is niet te geloven. Het is niet te geloven. En dan zeg jij, je weet dat je in de nachtspeeltijd altijd nog een kansje krijgt. Nou, Willem II kreeg er ook nog een kleintje. Maar wat een geweldige redding van Kiersbaum. Ongelooflijk. En wat ik mooi vind, hoe Kiersbaum dan wegloopt en... Dat doet hij niet in dat logo daar zit, maar hij slaat op zijn hart en hij is blij en hij juicht. En Giacomakis die juicht veel beter dan dat gang sign gebeuren van al die hippe voetballers. Die flashen en boos en A en B en weet ik wat allemaal. Hou eens op man, je zit hier niet bij de Bloods en niet bij de Crips. Echt juichen. Echt juichen. En Kiersbaum, het onderstreept eigenlijk alleen maar dat die man gewoon geweldig staat te keeper dit seizoen. Goeie keeper, gewoon een goede keeper. We hebben Giacomakis gehad, we hebben Kiersbaum al gehad. Ik wil nog eentje uithalen die ik ook erg goed vond. Tristan Dekker. Ja. Het is vaak een beetje onderbelicht. Rechtsbekkie, daar kijken we niet zoveel naar. Nee. Maar ga er maar aan. Hij speelt niet heel veel. Nu moet hij er staan. En hij stond er. Kreeg een tikje in het begin van de wedstrijd. En voetbalde gewoon geweldig. Jij haalt Dekker eruit. Weet je wie ik even aan wil halen? Wat ik echt mooi vind. Hij is de jongste van het veld. Maar hij loopt als de meest klassieke voetballer. Je bedoelt de Instagram-koning. Simon Jansen. Simon Jansen, ja, tuurlijk. Let op. En waarschijnlijk kun je het nu nooit meer anders zien. Weet je hoe Simon Jansen rent? Als het logo van Sparta. Doe het even voor, Lucas. Doe het heel even voor. Kom, doe het even voor. Hij neemt zo een bal aan en hij loopt gewoon zoals een voetballer moet lopen. Simon Jansen, fantastisch. Speelde ook een lekker potje. De eerste drie puntjes in de pocket. Wij voorspelden van tevoren minimaal 4 punten. Zit op schema. Nou, dit moeten er nu dus gewoon 6 worden, want van ADO kun je in principe niet verliezen. Ik ben niet zo kapot van die nieuwe aankopen van ADO Den Haag. Ja, maar Hans zegt nu weer, ik laat me niet uit over andere clubs en zo. Wij mogen dat wel. Allemaal een half jaar niet gespeeld, trainer. Ja, maar jongens. Die kunnen ons nog niet meer zoveel van. 30 international. Ja, maar. Waar hebben we het over? Jullie moeten niet denigreren. Wij doen nooit niet denigreren. Ik zeg alleen dat hij waarschijnlijk niet meer in de vorm van zijn leven is.
Nou, ik heb ze van de week gezien tegen NEC. Er was niks mis mee. Nee, goede ploeg. Ja, maar, wij... maar hun hadden dus wel weer wat nieuwe energie. Ja. Met die twee. En ja. Dat hadden wij ook. Ja, want even daarop. Wij hebben het er al over gehad. Het gaat natuurlijk niet alleen om die twee nieuwe. Het is je hele team. Het zijn alle 23 die ervoor zorgen. Ja. En jij en al je stafleden. Maar even toch die twee nieuwe uitlegden. Het liep lekker. Nou, ze waren er klaar voor in ieder geval. Dat, ja. Dat was prettig. Hè? Want je hebt natuurlijk die paar dagen die ze dan moeten trainen. Ja, en dat zag er goed uit. Dus we hebben ook besloten om ze gelijk te laten starten. We wisten ook dat Christopher toch wel misschien een 50, 60 minuten dat we hem spelen hadden. Ja, dat is even weg. Voorgehouden. En dat Leon een volledige wedstrijd heeft gespeeld. Maar die had natuurlijk ook alweer met Utrecht. Ja, die zat gewoon in het ritme. Die zat in het ritme. Hier kom je 1-0 achter, je wint met 2-1. Wat doet dat met jouw team en met jou? Nou, ik denk dat je maar één beeld terug moet laten zien. Dat is het moment dat Kiersman die bal krijgt. Ja, geweldig redding. Ja, ja, ja. Dat moment van de oerkreet. Maar je moet eens zien wat er dan gebeurt met... al die anderen. Die volgens mij Sizou, die gaat hem kussen volgens mij. En dan zie je dat Jacco aan kon sprinten vanaf de midden. Ja. Dat doet wel wat met een groep. Ja, ja. Als je dat dan ziet, dat die groep dat met elkaar die verantwoording pakt, gewoon mooi. Ja, en weet je, dat hebben we morgen en in alle wedstrijden, ook weer zondag, maar ook weer die donderdag, ook weer die zondag, hebben we nog 20 of 19 wedstrijden te gaan, 20 inclusief die beker. Ja. Maar één ding staat voorop en dat is vertrouwen, maar ook de power en de strijdlustigheid die we hebben. Dat is het allerbelangrijkste om morgen mee te nemen. Zeker. Ja, moet je bijna ik, zeggen? Ik heb er vertrouwen in, dus we gaan gewoon weer voor 3 punten. Ook, nou, uitstekend trainer. Goed zo, dankjewel. Goed zo. Succes. Hoi, hoi. Trainer heeft er vertrouwen in, Frans heeft er vertrouwen in. Ik heb er natuurlijk vertrouwen in. Ja, ik weet niet beter. Op naar ADO VVV. Wat? Op naar de volgende 3 punten. Wat denk je? Ja, op naar de volgende 3 punten. Ja, ik ga het wel vinden. Kan niet anders.